Ja, Eddie, oké. Je hebt het even gezegd, maar Eddie, we hebben het onmogelijke hebben we kunnen verwezenlijken dankzij de zus Karin te winnen. Als alles goed gaat, moeten we op dit moment, ik weet niet of het technisch mogelijk is, kan hij ons, jullie mogen me horen, Frank de winnen, kan jij me horen, hinder vanuit de ruimte, hallo Frank? Die zouden we nu... Hallo Gino! Dag Frank. Frank, we gaan het heel kort houden, want we hebben niet veel tijd. Hij staat hier naast mij, Eddie Wally. Jij was op de hoogte van die single die Eddie voor jou gemaakt had, dankzij je zus geloof ik, hè? Ik was persoonlijk niet op de hoogte van de nieuwe single van Eddie. Maar het is voor mij een grote eer om je verheerlijk te zien hier in de ruimte door de Voice of Europe himself, Eddie Wally. Zeg, Frank, hoe verloopt het daar momenteel in de ruimte? Sorry. Hoe verloopt het? Hoe verloopt het? Hebben we Frank nog? Hoe verloopt het daar momenteel in de ruimte? Frank? Ja, sorry Gino, kan je even je vraag herhalen? Ik heb ze niet goed begrepen. Hoe verloopt het daar momenteel in de ruimte, was mijn vraag. Het loopt persoonlijk natuurlijk goed hier in het ISS-ruimtestation. We cirkelen nu al meer dan een maand, zoals je weet, rond de aarde. En het is natuurlijk zeer aangenaam om hier stabiel in gewichtloosheid te mogen zweven. Zeg, er staat hier naast mij van iemand echt te blozen, haast van ongeloof voor zich uit te kijken. Eddie, wil je iets zeggen tegen Frank? Ja, Frank, ik zou graag een vraag willen stellen. Ja, doe maar. Hoe maakt het kind er in de ruimte? Hallo Eddie, we hebben hier allemaal onze eigen privé vertrekken. We hebben hier, kunnen ons privé terugtrekken. En iedereen heeft een privémodule voor zichzelf. Amai zeg. Wil je nog iets toewensen, Eddie? Ja, Frank. Heel kort houden? Ik wens je nog een fantastische, goede vlucht. Maar ik zal zeggen, kom veilig naar beneden. Daar wil ik voor bidden voor u. En ik zal zeggen, heb het applaus van al de mensen hier op het grote plein. Ja, en ik... In de kerk. We gaan het even heel kort houden. Frank, kunnen we afspreken van zodra je terug bent voor een persoonlijke ontmoeting samen met Eddie? Kunnen we dat geregeld krijgen? Frank, ben je er nog? Wel, ik denk wel dat we dat kunnen regelen. Maar ik zou graag nog de groeten doen als het kan aan Lena. Maar we gaan het hier moeten belaten, dames en heren. Het was Frank de Winne, die we met dank trouwens ook aan Karin de Winne, de zus, die dit... het mogelijk heeft gemaakt, dames en heren. The Voice of Europe, net live in gesprek met Frank de Winne. De Banjo, de Anne de Winne, Roel van Vlaggen.